Bij NL Magazine Going to the Movies. Ik ben Maurice. Ik ben Patrick. En vandaag gaan we het hebben over Brimstone. Brimstone. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. For inwardly they are ravening wolves. Jesus is the shepherd who protects you from those wolves. And I am his dog. The sheepdog that get the lambs back on track when they stray off the path. And some of you have strayed, haven't you? Mama, are you evil? Reverend says he's here to take you back where he came from. Zo Patrick, Brimstone, wat vond je ervan? Ja, dat is een zware zit, Maurice. Ja? Dat is echt een zware zit, was het. Hij duurde ongeveer 2 uur. Geschreven, geregisseerd. Scenario van Martin Koolhoven. Ja. Nederlander. Goede acteurs zaten erin. Dakota Fanning speelde de hoofdrol samen met Guy Pearce. Die speelde de, nou ja, de bad guy, zeg maar even zeggen. Ja. Maar ik heb nog niet... Nou, hij was echt zwaar. Hij was erg zwaar, Maurice. 2 uur. Het was vanaf het begin tot het eind... was het moord, marteling, incest, verkrachting... Het was een 2 uur lange sleep van narigheid, narigheid, narigheid. Alsof je tegenwoordig 2 uur lang naar het NOS-journaal zit te kijken. Oké. Verschrikkelijk was het. Soms was het, het was wel een goede film, maar het was soms verschrikkelijk om naar te kijken wat er met de hoofdrolspeler gebeurde. En wat een leven dat mens gehad heeft. Verschrikkelijk. Maar het was dus geen echte western? Nee, het speelde af in die tijd. Oké. Okay. Ik kan het niet echt een western noemen. Dus als mensen denken van die gaan naar een western toe, zoals de Seven weet het. Nee, dat verwacht je niet. Nee, want ik verwachtte dus ook uit de trailer, dacht ik van, nou ja goed, ik kreeg een soort iets van de western te zien. Ja. Nee, dat kreeg ik niet te zien. Nee, nee. Misschien, het zijn maar weinig films om het mee te vergelijken, vind ik. Okay. En dat is misschien ook juist waarvoor je hem zou moeten zien. Oké. Okay. Dan, want ik ga wel zo meteen toch even toch iets verder op het verhaal ingaan, door met spoilers te werken. Ja, graag. Ga ik eerst even een cijfer vragen. En dan gaan we verder met de spoilers. Vraag eens met de cijfer. Ik geef hem een 7. En waarvoor ik hem een 7 gegeven, ik zou hem eerst even bekijken als jullie was. Maar waarvoor ik hem een 7 geef, gaan jullie zien in het tweede segment. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu weer aftellen van de mensen. Daarna zitten we weer in spoilers. Laten we het tweede segment beginnen, want we gaan nu met spoilers werken. Ja. 3, 2, 1. Spoilers! Zo. Ja. Mooi. Nou, dan kunnen we wat vertellen. Wat een film zeg. Ja. Ik moet zeggen... het verhaal was heel goed, het zat goed in elkaar. Ja. Er is een dominee, zal maar zeggen, en die gaat achter de personage aan in het begin. Het is opgedeeld in 4 hoofdstukken, het verhaal. En in het begin zie je een vrouw, de Dakota Fanning in dit geval. En die vrouw die leeft gewoon met een gezin op het platteland. En die, ja, niks aan de hand eigenlijk zou je zeggen. Tot er een dominee komt in het dorp waar zij opeens heel bang voor is. Nobody weet waarvoor eigenlijk. Maar goed, dat gaan we gaandeweg leren kennen. Wat is nou aan de hand? Even gewoon kort, want we willen niet jullie te lang ophouden natuurlijk. Het is haar vader, is het, die dominee, okay. Daar komt uit. Haar vader heeft haar moeder tot puin geslagen, verkracht, geïntimideerd, noem het maar op. En omdat die haar vrouwelijke verplichtingen niet echt nakwam, ja, dacht hij van nou, dan mijn dochter maar, okay. Zou maar zeggen. Dus ja, en dat is niet helemaal gegaan. Zoals hij gedacht had in ieder geval. Hij heeft haar eerst nog wel even goed verkracht, de dochter, ja. Voordat ze vluchtte. Toen kwam ze terecht bij Chinezen, die werden verkocht aan een hoerenhuis. In het hoerenhuis is ze ook even tot de les gebracht. En als hoer, jarenlang als hoer te werk gesteld. Tot de tijd dat de dominee haar weer vond. En nou gaan we het ergens over hebben. En nou, ja. Dit vind ik het slechtste gedeelte uit de hele film. Op een gegeven moment vermoordt zij de dominee. Althans, de vriendin, die snijdt zijn stort door. En hij ligt op de grond, met zo'n scheur hier, ligt hij te bloeden op de grond. Nou ja, dan is hij dood, toch? Ja, dat zou je zeggen. Meestal, ja. Haar vriendin is ook dood. Dus wat doet ze? Ze neemt de identiteit over van haar vriendin. Ze gooit een olielamp op het bed, zodat het gezicht van die vriendin helemaal verbrandt. Dat soort zaken. Maar hij ligt ernaast, op de grond, beweegloos, te bloeden, in een hele grote plas bloed. Het lijkt mij dat je een dood bent. Ja. Toch in het volgende hoofdstuk is hij er weer alsof er niks aan de hand is.
En dat is niet uitgelegd. Hij is niet opgestaan, je ziet hem niet opstaan, je ziet hem niet vluchten. Je ziet helemaal niks. Je moet erover uitgaan, oké, iemand zijn strot wordt doorgesneden. Hij legt een kwartier lang te bloeden op de grond. En schijnbaar staat hij daar weer op. Oké. Maar het is een heel intimiderend spektakel. Je zit echt in de film, zit je. En dat maakt hem dan weer wel goed. Maar dat ene punt, hij had voor mij anders 8,5 gehad. Maar dat ene puntje, dat maakt het voor mij... Dat het een 7 ja, kijk, paf, weg is. Ja. Oké, dat is heel duidelijk. En dan even twee personen waarvan ik denk, hey, ik ben natuurlijk een Game of Thrones fan. Dus ik zie opeens Kit Harington staan. En... Ja. Kit Harington speelt een kleine rol, zeggen, in de film. Hij is degene die haar probeert te redden in haar tienerjaren. Ja. Alleen, ja, goed bedoeld, slecht uitgevoerd, zeg ik altijd maar. Ja, en die andere heet ze ook weer, ik ben even de naam kwijt, de vrouw van Guy Pearce. Bedoel maar? Huh? Oh nee, de vrouw van Guy Pearce, zeg je toch? Ja, dat is de vrouw van Guy Pearce. Dat is de Nederlandse tegenwoordig. De vrouw van Guy Pearce. Ja, Carice van Houten. Carice van Houten. Ik waarvoor denk ik nou aan bedoel? Ja, omdat het natuurlijk een Guy Pearce, die is daarmee getrouwd geweest vroeger. Ja, nee, ook die heeft net zo'n kleine rol als Kit Harington eigenlijk. Ja, okay. Ja, het wat wel verpand is dat je heel veel Amerikaans hoort. Natuurlijk, het is Amerikaanse film. Hij speelt zich af in Amerika, in het Westen. Het zijn Nederlandse kolonisten die zich daar vestigen. Daar gaat het over verhaal over. Dus je hoort om, soms hoor je perfect Nederlands tussendoor. Ja, ja. Soms spreken personages ook Nederlands of verbasterd Nederlands hoor je ze praten. Ja. Dat is ook wel leuk om te horen, maar het is ook meteen gelijk vreemd. Omdat je de hele tijd naar een film zit te kijken... Die wel lijkt alsof het voor de Amerikaanse publiek geschoten is. Terwijl dat eigenlijk iets te hard is voor de Amerikanen. Ja. Want die, die zijn niet zo van, van de incest, de marteling. Nee. Ja, misschien wel. Ja. En er moet een happy end aan zitten. Nou, ik kan je vertellen, dames en heren. Er zit geen happy end aan deze film. Okay. Geen happy end. Okay. Nee. Martin, die doet daar blijkbaar niet aan. Nou ja, dat is typisch Nederlands. Ja, typisch Nederlands, ja. Oké, net een soort stuntman, alleen even anders. Ja, dat klopt, ja. Maar ik heb maar weinig gezien. Ik heb maar weinig films gezien. Ik kan er eigenlijk eentje echt zo opnoemen. Waarbij ik een 6-jarig meisje heb zien zitten. Terwijl de moeder keek. En terwijl de vader, althans de opa in dit geval. Haar zweepslagen gaf met zijn zweep, met zijn riem. Oh, ja. Terwijl de moeder moest kijken. Nou, het gaat heel ver. Gaat het. Okay. Het is echt prop. Okay. Nou ja, volgens mij heel duidelijk. Ja, het is heel duidelijk. Ja, ik hoop dat je nieuwsgierig gemaakt hebt. Want, maar als je niet van dit soort films houdt, dan zou ik ook echt niet naartoe gaan. Want het maakt je niet per se vrolijker van, zeg maar. Zeggen, of zo. Nou, nee. Dus als mensen naartoe gaan, die weten waar je naartoe bent. Nou, Pet, weer bedankt. Geen probleem. Ik doe dit met alle liefde van de wereld. Mensen, je ook bedankt voor het kijken. Doeg. Please.